In deze video wil ik gaan kijken naar de crisis rondom het Chinese Evergrande. Dat was natuurlijk vooral vorige week in het nieuws. Maar nu hebben we wat meer informatie en ik denk ook betere informatie om daar te gaan kijken: van wat is de impact of wat kan de impact zijn op onze beleggingen? Dat wil ik gaan doen in deze video door middel van zes vragen te gaan beantwoorden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal praten we over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. Op dit kanaal wil ik ook binnenkort meer algemene economische onderwerpen gaan behandelen. Dus denk bijvoorbeeld over huizenprijs of huizen, hypotheken. Um, studieschuld, maar bijvoorbeeld ook over zonnepanelen zoals ik afgelopen maanden al heb gedaan in een video. En heb je nu nog suggestie van wat jij graag wilt zien in een van deze video's, laat dat dan vooral weten via de reactie onder deze video en laat daar ook vooral je feedback of je mening achter over deze video. Dus laten we beginnen met de eerste vraag over Evergrande en dat is wat is Evergrande? Evergrande is een Chinese projectontwikkelaar. De nummer twee van het land op basis van de verkoopcijfers. Het heeft bijna 1300 vastgoedprojecten in 270 steden op dit moment. Er werkten meer dan 200.000 mensen voor dit bedrijf afgelopen jaar. En indirect via andere bedrijven, partners, onderaannemers zijn dat zelfs 3,8 miljoen mensen. Het is vooral groot geworden door de verkoop van huizen, appartementen aan de mensen met een hoog- en middeninkomen. En juist. Het aantal middeninkomens in China groeit, dus daar komt ook vooral de groei voor dit bedrijf vandaan. Maar behalve vastgoed hebben ze nog veel meer andere zaken. Denk ook bijvoorbeeld twee attractieparken, voetbalstadions en heel vaak een aandeel in andere bedrijven, zoals autofabrikanten, banken. En nog veel meer soorten andere bedrijven. En wat is er dan aan de hand met Evergrande? Nou, vorig jaar heeft de Chinese overheid een nieuwe wet geïntroduceerd. Omdat zij juist zagen dat veel vastgoedbedrijven geld gingen lenen. om eigenlijk te speculeren op grondprijzen. Ze kochten dus al grond met geleend geld in de hoop, in de verwachting. Dat het later meer waard zou worden. Op die manier konden ze geld verdienen. Daar greep de overheid dus op in. Ze mochten niet eindeloos meer lenen om dat soort dingen te doen. En dat was eigenlijk een manier van de overheid om de vastgoedbubbel tegen te gaan. Daarnaast moesten bedrijven gaan melden hoeveel geld ze geleend hadden. Nou, dat bleek bij Evergrande om een bedrag van 250 miljard dollar te gaan. En dit is eigenlijk een beetje een probleem. Tenminste, niet het geld lenen is het probleem. Want heel veel bedrijven lenen veel geld. Zeker tegenwoordig met lagere rentes maar en zeker ook trouwens bij vastgoedbedrijven is dat zo want het gaat vaak om veel kosten vooraf want het huis moet wel eerst af zijn voordat je het kunt verkopen. Maar waar het probleem zat is dat juist Evergrande een betalingsachterstand kreeg. Vorige week moesten ze 80 miljoen dollar betalen, deze week 40 miljoen dollar en dat hebben ze eigenlijk nagelaten dat geld hadden ze niet. En daar is eigenlijk het probleem ontstaan. En dat geld kwam ook niet alleen van andere banken af of van banken af, maar het kwam vaak ook van andere ondernemingen af. Denk aan aannemers die bij projecten betrokken waren, die al geld vooruit hadden betaald misschien wel, of mee hadden geïnvesteerd in projecten, maar zeker ook particulieren. Zoals gezegd, steeds meer mensen in China komen in die middenklasse terecht. Zij willen nieuwe huizen, grotere huizen, en hebben vaak dus ook al vooruit betaald ...op een huis wat gebouwd zou gaan worden. En het zijn juist ook deze particulieren... ...die eigenlijk het probleem hebben zichtbaar gemaakt. Zij gingen op een gegeven moment protesteren... ...bij het hoofdkantoor van Evergrande. Nou, dat werd opgepakt door de media. En daar werd het eigenlijk wel in één keer ook richting de buitenwereld... ...heel erg ja, breed uitgemeten en zichtbaar van wat eigenlijk het probleem was. Maar waarom is dit dan zo erg? Want natuurlijk, er gaan wel vaker bedrijven failliet. Maar dit is misschien wel een situatie waar het ze noemen, zeg maar... ...too big, too veel, dat het bedrijf eigenlijk zo'n impact heeft dat eigenlijk niet failliet mag gaan, omdat dat impact heeft op veel meer andere sectoren. Evergrande wordt daarom ook vaak vergeleken met Lehman Brothers in Amerika in 2007. Ook dat die bank ging failliet en dat had effect op andere banken, noem het allemaal maar op. En zo krijg je eigenlijk een, ja, een kettingreactie of een systeemrisico gaat het vormen. Want het ene faillissement heeft impact op de volgende faillissementen. Zoals dus bijvoorbeeld Evergrande gaat failliet dan zullen ook de aannemers die daarbij werken met die projecten... zullen misschien ook wel failliet gaan als er geen werk meer is. We hebben net gezien dat er bijna 4 miljoen mensen indirect betrokken zijn. Dus als dit bedrijf failliet gaat, kan dat impact hebben... op 4 miljoen mensen die zeg maar, indirect daarvoor werken. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen... die bijna 2 miljoen Chinezen hebben al geld betaald omdat ze een huis gebouwd zouden krijgen in een van de projecten van Evergrande. Ook daar is natuurlijk heel veel ja, impact die het heeft. Maar dit lijkt natuurlijk wel allemaal gericht op China. Want het zijn vaak Chinese banken die geld hebben geleend. Het zijn Chinese aannemers die de projecten zouden gaan maken. En het zijn Chinese inwoners die misschien een spaargeld in dit soort projecten hebben gestoken. Dus het lijkt erop alsof het heel erg richting China gericht is. Maar is het ook al zo of wordt het eigenlijk ja, is het een probleem voor alleen China... En in de basis is dat wel het geval, want het gaat eigenlijk echt om de Chinese vastgoedmarkt. Er zijn natuurlijk wel buitenlandse banken die erbij betrokken zijn. Misschien wel wel buitenlandse investeerders die letterlijk het aandeel van Evergrande hadden. Die volgens mij al meer dan 80% is gedaald de laatste 12 maanden. Uh, dus daar worden wel mensen getroffen. Maar het is niet zo erg dat het ook weer een wereldwijde crisis zal worden. Uh, alleen vanwege dit bedrijf. Maar als China zelf in de problemen komt en daar volgt een crisis in China, dan zou dat wel impact kunnen gaan hebben op de hele wereld. Ten eerste worden namelijk de kwetsbaarheden van het systeem eigenlijk zichtbaar. Er wordt natuurlijk heel veel geld geleend op dit moment en dat gaat een keer fout. Zeker bij de huidige lage rentes zie je dat heel veel bedrijven geld lenen omdat het eigenlijk heel aantrekkelijk lijkt. Maar er komt een keer een moment dat misschien rentes gaan stijgen, de situatie verandert en dat kan voor problemen zorgen. Een tweede punt is natuurlijk de huizenbubbel. Uh, die is zeker in China aanwezig, maar ook in heel veel andere landen, ook in Nederland. Andere Europese landen zien we huizenprijzen sterk stijgen en we zien eigenlijk ook wel in China dus dat het juist andersom kan zijn, dat huizenprijzen in één keer kunnen dalen of zelfs kelderen. Dat is niet iets waar iedereen, of in ieder geval niet veel mensen, nu rekening mee houden. Maar dat is zeker wel een punt en zeker als het dus in China gebeurt, kunnen mensen wel op die manier zo gaan denken van het gaat een keer fout, dus ze zullen ja, iets rustiger aan gaan doen en dat kan. Misschien ook wel hier tot een crisis gaan leiden. En natuurlijk is het zo dat de Chinese groei een belangrijk onderdeel vormt van de wereldwijde groeicijfers. China zien we al langer dat de groei wat terugloopt. En als er een crisis komt, kan die nog verder teruglopen. Dus het is niet alleen zo dat China getroffen wordt op dat moment, maar natuurlijk ook de hele wereld. Het vertrouwen loopt een deuk op. Chinezen exporteren veel, maar zeker importeren ook veel. Zeker de inkomens. De middeninkomen is de hoge inkomen. Steeds meer mensen vallen daaronder, hebben dus meer geld te spenderen. Dus zullen vaak ook bij buitenlandse bedrijven wel wat dingen kopen. Is ook goed voor de handel. Ook dat zal op zo'n moment dan in ieder geval uh, af gaan nemen wanneer er een crisis is. En op dat soort momenten, ook al is het dus eigenlijk een Chinese vastgoedcrisis. Kan die in één keer wel effect hebben, impact hebben op dingen buiten de Chinese landsgrenzen. Dus dan kun je daar wel effect gaan hebben of impact gaan krijgen. Op jouw beleggingen. En wil je nou trouwens beginnen met beleggen? Misschien juist wel in Chinese aandelen. Weet niet of het aan te raden is op dit moment, maar het zou kunnen. Kijk dan in ieder geval eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor mijn aandelen. Ze hebben ook nog een actie op dit moment, waar je tot 50 euro transactiekosten cadeau krijgt. Dus maak daar zeker snel gebruik van. Een link om gratis een account te openen vind je onder deze video terug. En dan gaan we eigenlijk kijken naar het volgende punt. En dat is: kan China dit ook voorkomen? Want we zien dat de Chinese overheid de laatste maanden sowieso vaak al bij verschillende sectoren ingrijpt. We hebben het op dit kanaal al heel vaak gehad over Alibaba als dat was het heel erg duidelijk. Zie het heel goed terugkomen en het kan zo zijn dat China deze situatie nu ook eh, eigenlijk gewoon aangrijpt om ook in deze sector nog strenger in te grijpen. Dat hebben ze eigenlijk vorig jaar al gedaan door die nieuwe wet te introduceren. Maar het kan zeker nu een bepaald moment zijn om ook dit bedrijf weer als voorbeeld te stellen. En eigenlijk moet China ook wel ingrijpen, want als ze dat niet doen, kan er een crisis ontstaan. Dat is niet goed voor hun economie en zeker ook niet voor het vertrouwen eh, van de Chinezen, maar ook voor de rest van de wereld. En denk ook aan de 1,4 miljoen huizen die nog zeker uh, in dat geval niet zouden worden opgeleverd. Dat is niet goed voor de situatie. Als het bedrijf helemaal failliet zou gaan en die huizen worden niet opgeleverd, kan het ook nog eens effect hebben op de huizenprijzen. Waardoor die nog verder kelder en ook de rest van China, andere mensen getroffen worden. Dus we zien eigenlijk ook wel dat China de laatste week eigenlijk al wat stappen neemt op verschillende punten eigenlijk al ingrijpt. Dat zagen we eigenlijk al de laatste tijd bij de centrale bank... die eigenlijk al voor miljarden euro's per dag uh, weer geld in het systeem pompt. Ook vandaag zien we trouwens nieuws over Evergrande... dat ze een belang in Shenzhen Bank voor 1,3 miljard euro gaat afbouwen. Dat moet eigenlijk ook wel, want dit jaar moeten ze voor 700 miljoen dollar aan rente betalen... en volgend jaar nog eens voor 7 miljard. Dus je ziet wel, het bedrijf wordt eigenlijk ook wel waarschijnlijk vanuit de overheid verplicht om dit belang te verkopen, juist om aan rentebetalingen te kunnen voldoen. En dan komen we bij de belangrijke vraag van, heeft het ook nog impact op mijn beleggingen? Zoals gezegd, ik heb deze video niet vorige week gemaakt, omdat het toen nog eigenlijk te korte periode was. Er was nog heel veel onzekerheid, niet echt duidelijkheid. Nu, een week later, hebben we wel iets meer duidelijkheid en hoeven het niet, ja, het blijft nog altijd een beetje gissen wat de impact zal zijn. Maar we hebben in ieder geval iets beter beeld van hoe het uit zal gaan pakken. Een belangrijk punt daarvan is dat we inmiddels wel zien dat China toch wel ingrijpt op dit. Moment. Want vorige week kregen we eigenlijk eerst berichten dat de Chinese overheid juist niet in ging grijpen om te laten zien van uh, ja, als we dit bedrijf gaan helpen... dan zullen de volgende bedrijven ook op deze manier gaan werken... veel schuld opbouwen. En dan zullen ze dan ook geholpen willen worden door de overheid. Dus dat beeld willen ze eigenlijk niet creëren. Inmiddels zien we wel dat ze wat veranderd zijn. Vaak op een indirecte manier zijn ze toch aan het helpen... of door middel van de centrale bank... of door lokale overheden of andere banken... juist eigenlijk te suggereren of aan te sturen... om juist het belang wat Evergrande nu verkoopt... dat andere partijen dat opkopen. Dan heeft in ieder geval Evergrande het geld... Om de schuldbetalingen te doen. En het is natuurlijk ook zo dat het waarschijnlijk toch wel een soort van failliet zal gaan: dit bedrijf. Dat dan lokale overheden juist stukken overnemen van het bedrijf. om te zorgen dat deze projecten worden afgebouwd. En dat de mensen die dus geld hebben betaald, een huis wilden hebben, dat die dat ook zullen gaan krijgen. En het zal waarschijnlijk ook wel een impact hebben op uh, obligaties, op aandelen. Misschien een wat kleinere impact, maar dat is vooral afhankelijk dus van hoe de Chinese overheid ingrijpt, hoe ze dat gaan regelen. Want het is natuurlijk wel zo dat aan de ene kant beleggers, die zullen nu goed gaan kijken van, ja, die gaan verwachtingen bijstellen. Misschien neemt de groei af, dat wordt verwerkt in verwachtingscijfers. Misschien neemt eigenlijk het risico toe, ook dat zullen beleggers gaan verwerken. Dat zul je terug gaan zien in koersen. Ik denk ook zeker dat Chinezen zelf misschien wel iets voorzichtiger worden, als er Chinezen zijn die spaargeld hierin hadden zitten... Die zijn dat misschien voor een gedeelte kwijt. Andere Chinezen zullen daar ook zeker voorzichtiger mee worden, misschien meer geld vasthouden meer spaargeld weer moeten aanvullen. Dat heeft natuurlijk ook impact op hun economie als er minder besteed wordt. Dus ook daar kunnen zeker Chinese bedrijven. Uh, Chinese bedrijven met een uh, aandelennotering. Met een beursnotering. Ja, kun je dat merken in de koersen van deze bedrijven. Maar zoals gezegd, dit hangt vooral af van de mate en de manier waarop de Chinese overheid ingrijpt. En ik denk dat ze dat toch wel gaan doen. Omdat het gaat om miljoenen mensen die anders hun baan verliezen een huis, ja eigenlijk onzekerheid krijgen of spaargeld verliezen, en dat gaat zeker voor sociale onrust zorgen. Dus dat zal China ten alle kosten denk ik wel willen voorkomen. Ik denk inmiddels dat ook zo de markt inmiddels denkt, want waar het vorige week nog heel vaak over Evergrande ging. En daar heel veel titels over waren zien we nu juist weer dat het vaak wordt besproken dat de rente in Amerika omhoog gaat, wat de beslissingen van de Federal Reserve zijn. Dus we zien wel dat ook de markt inmiddels niet meer zo naar Evergrande kijkt, maar juist weer naar andere problemen die op dit moment zeker belangrijker zijn. Dus daaraan kunnen we wel een beetje afleiden. Van welke kant in ieder geval de markt denkt dat het opgaat. Maar laat ook vooral even weten hoe jij denkt over de situatie van Evergrande. Wat denk jij dat er zal gebeuren? Hoe zal het uitwerken? Uh, noem het allemaal maar op en laat dat weten via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.